Wij hebben 5 dagen met het mobiele medialab in Zoetermeer gestaan. 3 dagen daarvan hebben wij voorlichting gegeven over sexting aan middelbare scholieren en groepen 8 door middel van de game Shitsoy. 1 dag hebben wij de verbinding met de burger centraal gesteld. Toen stonden we bij winkelcentrum Rokkeveen, waar we de mensen enquêtes hebben laten invullen. En heel veel contact hebben gemaakt met de jeugd, want het was natuurlijk staking deze week. En 1 dag, en die vond ik ook heel leuk, en die is vaak heel erg onderbelicht bij het mobiele medialab. Dat is het testen van de mobiele apps die de politie in ontwikkeling heeft. Ik mocht daar de app zelf ook testen over het opnemen van winkeldiefstal via onze mails. Ik was vrij sceptisch, want ik ben zelf echt een no-no op het gebied van telefonie en gadgets. Maar ik vond het onwijs leuk om te doen, om mee te mogen denken op een manier om de nieuwe app te ontwikkelen. Topweek gehad in Zoetermeer. Zet hem op en ik nodig iedereen uit om hem zeker in je wijk neer te laten zetten.